Binnenkort is er een bijzonder evenement in Tiel georganiseerd door een enthousiaste Tielenaar, Remco Tesselaar. Hier staat binnenkort een filmfestival te gebeuren in de buitenlucht. Wij hebben een driedaags evenement in de planning voor jong en oud. En dit is gekomen omdat in 2020, toen we dit evenement voor de eerste keer wilden gaan organiseren, tijdens de pandemie, mijn oom en tante van minicamping tussen de dijken toch wel eens wat zwaarder weer zaten. Ze hadden evenementen gepland die niet doorgingen. De camping kon niet open omdat de pandemie aan volle gang bezig was. En toen heb ik samen met de gemeente Tiel en hen gekeken wat voor evenementen zijn er nou wel mogelijk in de tijden van corona. En toen is er een initiatief ontstaan en dat is het filmfestival Tussen de Dijken. De beperkende maatregelen rondom COVID zijn inmiddels opgeheven, maar het festival heeft nog niet plaatsgevonden. Hoe zit dat? En het vervelende was, toen we het wilden gaan organiseren, waren we continu in gesprek met de gemeente om te kijken hoe we het veilig konden doen voor alle gasten. En dat heeft tijd nodig. Dus we hadden een datum in gedachten. Maar doordat iedereen binnen de gemeente, maar ook wij, er een plasje over wilden plegen om die veiligheid te borgen, duurde het maar en duurde het maar. En uiteindelijk was de datum die we hadden geprikt net te vroeg. Dus toen werd het evenement een weekje opgeschoven. En precies vanaf die week begon het met slecht weer. Alle weken daarop volgend was ook slecht weer. En toen hebben we uiteindelijk gekozen om het op dat moment te cancelen. En het nu dus opnieuw te gaan organiseren. Er is een mooi programma neergezet waarbij iedereen aan zijn of haar trekken kan komen. We hebben 1 tot en met 3 juli. 4 fantastische films die we gaan laten zien. De vrijdagavond, een romantische dateavond met je partner van 8 tot 10. Dat is The Greatest Showman. Dan hebben we de zaterdagmiddag van 2 tot 4. Hebben we een filmvoorstelling voor kinderen. Net uit de bioscoop, Sing 2. En dan hebben we de avond hebben we een unieke film. Het is echt voor de filmliefhebbers. Van 8 tot 10, Nobody gepland staan. Die was uitgekomen in de pandemie en ik denk dat heel veel mensen hem nog niet hebben gezien. Dus ik adviseer, ga lekker kijken. En dan hebben we zondagmiddag wederom voor de kinderen van 2 tot 4 Paw Patrol de movie gepland. De familiefilms zijn in het Nederlands en de avondfilms zijn in het Engels. Toegang krijgen tot het filmfestival kan op verschillende manieren. Voor de kinderen hebben we een suikerspin geregeld. We hebben de popcorn, wat ze gratis krijgen zodra ze een ticket kopen. En ik kan jullie vertellen, een ticket is heel erg goedkoop. We hebben dat ook op die manier kunnen doen, omdat we gebackt worden door lokale ondernemers en sponsoren. En ik wil hun ook echt even in het zonnetje zetten. Dat ga ik tijdens de film doen, maar ook achteraf. Want zonder hen had ik dit nooit kunnen organiseren. Dus iedereen die komt krijgt gratis popcorn. En vervolgens hebben we ook 2 grote springkussens hebben we geregeld. Zodat de kinderen tussen de pauzes lekker kunnen gaan springen, lekker kunnen gaan spelen. En op die manier proberen we toch iets unieks en leuks naar Tiel te brengen. De manier van kaartjes kopen werkt als volgt. Wij hebben een website gemaakt, openluchtbioscoopdebetuwe.nl. Dat is een beetje een lange term, maar als je daar naartoe gaat, dan kan je daar je tickets kopen. Er gaat ook een QR-code in beeld komen, heb ik begrepen. Als je je telefoon erbij pakt, dat scant, dan kan je vervolgens gelijk je kaartjes kopen via je telefoon. Dus ik adviseer iedereen om die nu alvast even te pakken en het te gaan scannen. Als u de QR-code die nu in beeld is scant met uw telefoon, kunt u uw tickets meteen bestellen en voor de prijs hoeft u het niet te laten. Als het aan Remco ligt, blijft het niet bij deze eerste editie. Er zijn plannen genoeg. Het is €5 voor de familiefilm en €10 voor de volwassenen avondfilms. En dit is pas het begin. Het idee is echt om een jaarlijks evenement te gaan organiseren. Dit is de eerste editie. En hopelijk met de sponsoren en de steun die we nu krijgen en alle leuke reacties die we hebben, gaan we elk jaar net even wat gaver, net even wat mooier opzetten.